Wij waren zelf ook groot in het nieuws, Dominique, deze week. Hè? Want wij hebben een rechtszaakje verloren van Ahmed. Of Ahmed. Je hoeft niet te rectificeren, hè? Ik hoef niet te rectificeren, nee. Dat heb ik begrepen. Ja. Dus dat gaan we dan ook niet doen, maar wel verloren. Ja, dat klopt. En dan schamen we ons dood hier aan tafel. Ja, ik voel me steeds kleiner worden. Nee, absoluut. Nee, we hebben verloren. Het was een zaak van een Syrische asielzoeker die boos was op Poont. Wij zouden hem woorden in de mond hebben gelegd die niet zouden zijn uitgesproken. We zouden vals hebben geknipt en geplakt. Kortom, we zouden eigenlijk alles hebben gedaan wat God verboden heeft. Kijk even, want het zat zo op deze manier zat het in het NOS-journaal. Een Syrische asielzoeker eist rectificatie en eerherstel in een kort geding tegen Pound. De verslaggever van die publieke omroep deed zich voor als student die opname maakte voor een schoolproject. Maar dat werd uitgezonden op televisie met volgens de asielzoeker ernstige gevolgen. Balls, it's very big. Like this. It's big. Really. He said make sex with anyone or make anything. Het fragment gaat viral. Ahmed spreekt over een ziekenhuisopname in Griekenland. Op sites wereldwijd wordt dat anders uitgelegd. Poont heeft zijn eigen insteek. Dat is een insteek die misschien anders is dan andere omroepen. En in een democratische samenleving staat dat een omroep vrij om zelf keuzes te maken over hoe je een uitzending inkleedt. De uitzending draagt bij aan het publieke debat, zegt Team Poont. Het is vervuiling van het publieke debat, zegt de advocaat van Ahmed. En Ahmed zelf? Ik wil het kadoen bij de mahkama al-nizami en redd i'tibari. De rechter mag beslissen. Uitspraak over 2 weken. Ja, en inmiddels ligt dat vonnis daar, Dominique. Ja, ik heb het hier. Je hebt het daar in naam van de koning. Nou, daar worden wij volledig met de grond gelijk gemaakt door een voorzieningenrechter. Waarvan ik eigenlijk al wist toen wij daar de zaal verlieten dat het inderdaad weinig kans maakte. We gaan in hoger beroep, laat ik dat even vooropstellen. Want wat dit vonnis, dit raakt echt kant op wal. Kijk, wat is de straf? De straf valt eigenlijk allemaal nog wel mee. We moeten Google en Yahoo aanschrijven om te vragen of het bewuste Yahoo? Filmpje... Yahoo? Ja, dat is ergens over zee, is dat nog best groot. om te vragen van, joh, dat filmpje, zouden jullie dat willen verwijderen? En 2 is Ahmed, die zijn eer terug wil, die had 5.000 euro schadevergoeding gevraagd en die krijgt nu 2.500 euro. Ja, maar even, hè? Als het oneervol is om op televisie over je ballen te praten, waarom praat je dan in een camera over je ballen? Of begrijp ik iets niet? Nou, jij en ik begrijpen dat niet, maar de rechter begrijpt dat volkomen. En zijn advocaat ook. Kijk, ik heb dat vonnis erbij. Ja, er zitten een aantal... Maar heeft de rechter iets tegen undercover journalistiek? Mag dat niet in Nederland of zo? Of in principe moet je je altijd kenbaar maken. En of je moet daar een hele gegronde reden voor hebben. Nou, een zwaarwegende reden, namelijk een journalistieke reden, dat je graag wil laten zien hoe mensen over bepaalde dingen denken. Nou ja, wij willen je inderdaad... Je mag niet binnen, toch? Nee, wij willen graag in zo'n asielzoekerscentrum rondlopen, horen wat er leeft, wat de gevoelens zijn. En dan met name over bijvoorbeeld de normen en waarden zoals wij die hier kennen. Of gelijke rechten voor man en vrouw, maar ook voor homoseksuelen. Wij werden stelselmatig, nadat we al een aantal malen eerder daar binnen zijn geweest, door het COA toegang geweigerd. We willen hebben jullie vaak geprobeerd om binnen te komen? Heel vaak, toch? Ja. En ook aangevraagd en zo, dan mag het niet? Nee, mag niet. Maar dat is toch gek? Ik bedoel, als journalistiek medium moet je toch ergens om iets in beeld te kunnen doen. Die discussie wilde ik ook met de rechter aan, waarop de rechter toen zei van... Ja, maar jullie kunnen dan ook gewoon in een etablissement buiten afspreken. En dan ga je daar gewoon rustig het gesprek aan. Maar voorkomen niet van deze wereld. Dus jij wil heel graag naar het vonnis toe. Zo bij, laten voordat je dat doet, even kijken naar hoe dat fragment ook weer was. Ja. Well, what would you do when you see two men kissing on the street? Oh. Nice. For myself, maybe. What maybe? Maybe. Why? I don't like it. What would you do when you see two men kissing on the street? What would you do? I close my eyes then. Okay, it's good. Do you support gay marriage? No. No, no, no. En wat do you think maybe about... I say to my guest, I'm... Ja,
En de rechter vond het dus niet goed dat wij dit uitzonden? Nou, wij waren daar dus inderdaad om te kijken van... goh, hoe denkt men daar nu eigenlijk over, over rechten voor homoseksuelen? Ook omdat we de beelden kennen natuurlijk vanuit het Midden-Oosten... en hoe daarover wordt gedacht. De rechter, ik heb even wat dingen onderstreept. Wij vonden dat we daar naar binnen moesten, undercover. Ja. De rechter zegt van, nou, het was niet noodzakelijk... want we hebben hier niet te maken met een maatschappelijke misstand... Het slaan van homo's is geen maatschappelijke misstand? Volgens de uitspraak in ieder geval niet. Bij het uitoefenen van hun taken... Dat is nieuws. Nee, het asielzoekerscentrum is geen maatschappelijke misstand. Daar ging het om. Dat was de aanleiding om undercover te gaan. Daar gereageerd is. Nee. De homohaat was geen maatschappelijke misstand. Maar wacht even. Bij het uitoefenen van hun taken dienen journalisten zich immers te houden aan verantwoorden, dus aanhalingstekens, journalistiek. Ben ik helemaal met ze eens. Dat impliceert dat wij geknipt en geplakt zouden hebben. We hebben 1 uur en 9 minuten materiaal. Overigens niet alleen van Ahmed, maar ook van een aantal collega's van hem. Ieder medium selecteert. We hebben niet 1 uur uitzenden. 1 uur 9 minuten. Dat is lastig. Nee, maar wacht even. Ik wil daar even, want het is wel belangrijk. Vervolgens komt er een uitspraak en zie je... Nou, ik ga echt niet kleinzierig doen, want wij als Poont... doen soms dingen die niet door de beugel kunnen... en daar word je op je vingers getikt. Dat verlies moet je nemen. Prima. In dit geval is het principieel. Als je dan vervolgens alle andere media ziet... want het ging ons om homo's. Hoe denkt men over homo's? Alle media die hier vervolgens over hebben gepubliceerd... dan heb ik het over NOS, NRC, RTL en plaatselijke suffragist Stentor heet het, geloof ik... die schrijven allemaal, Poont heeft de boel belazerd. Poont, kijk eens hoe zielig deze Ahmed is, hij wil zijn eer terug. Niemand met geen woord het woord homo genoemd. En dat zit mij echt voornamelijk dwars. Want waar het ook om gaat... Maar waarom zouden ze dat niet doen? Geen idee. Ik denk toch een beetje, je moet niet roeren waar het stinkt. Ja, het is shooting the messenger. Ja. Jij legt iets bloot dat je een AZC binnenwandelt. Je trekt een van de Harry voor de camera en er komt een berg homohaat uit... waar de honden geen brood van lusten. Iets wat ook wordt bevestigd door andere berichten uit Amsterdam, Alphen, Rotterdam... waar homo's zelfs apart moeten worden gehuisvest. Dus het is niet dat je één gek ergens kan vinden die dat vindt. Het is een redelijk breed gedragen achterlijkheid. Helaas. Wat wij hier in grote getalen momenteel binnenhalen... ik vind het best relevant dat mensen weten wat er precies. En dan zegt de rechter, want ik bedoel... We hebben hem daar meerdere malen naar gevraagd. En soms geeft hij ook een genuanceerd antwoord. Maar tot 3 keer toe is hij vrij uitgesproken als het gaat over homoseksualiteit. Dan zegt de rechter, het mogen duidelijk zijn, of het mogen zo zijn deze persoon, ik noem even zijn naam niet, overigens anders dan de andere geïnterviewde, we gaan nog even verder nuanceren, zoals de rechter dat zo mooi heeft gedaan, zich negatief heeft uitgelaten over homoseksualiteit, maar ook dat rechtvaardigt de uitzending van de beelden niet. Dus we hadden dit niet mogen uitzenden. Dit is gewoon niet rechtvaardig om dit uit te zenden. We moeten het met z'n allen doodzwijgen. Dus en de rechter vindt dat zorgvuldige journalistiek... het verzwijgen van bepaalde nieuwswaardige... In dit geval blijkbaar. Is deze vuistslag? Nee, wacht even, want dan gaan we even verder. Want dan komt het belangrijkste. Dan zegt de rechter ook nog een keer... dat hij anders over dergelijke kwesties denkt. Dat valt niet aan te merken als maatschappelijke misstand... Het zou mogelijk anders zijn, en nu komt het... het zou mogelijk anders zijn als hij zou oproepen tot geweld... maar daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Mag ik nog 1 keer die vuist zien, alsjeblieft? Voor mijzelf? Maybe. What maybe? Maybe. Ja, sorry, maar leg het mij maar anders uit. En okay. Dit fragment hebben wij om hem in bescherming te nemen... niet uitgezonden. In eerste instantie niet uitgezonden. Dus je zou je kunnen afvragen... wordt het niet alleen maar erger voor meneer Ahmed? Want wij gaan in hoger beroep. Maar ik laat het hier gewoon niet bij zitten. En ook over die grote ballen, weet je wel. Hij breekt zelf in dat gesprek. En hij begint daar een verhaal waarvan wij denken... waar heeft die man het over? Maar goed, wij hebben vorige keer al gezegd... hier stoppen we niet mee. Ja, nee. We gaan in hoger beroep. Ja. En daarbij blijven we ook vooral praten met asielzoekers... ook over homohaat. Ja. We komen dus, zoals jij net al zei, Jury, het AZC niet binnen. Nog steeds niet. Hierna ook niet. Ja, maar ook hierna niet. En wacht even, want we gaan daarna verder over praten. Maar we ontdekten wel deze week dat ze schaatsles kregen in de Uithof in Den Haag. En dus gingen wij naar de Uithof in Den Haag om de vluchtelingen te spreken. Hier is het goed. Hier kun je leven. U bent van het COA? Ik ben van het COA, ja. En waarom dit? Want wat gebeurt hier? Het is een initiatief van de Uithof.
Zij wilden iets aardigs doen voor de vluchteling. En ze hebben ons dus uitgenodigd om hier te komen schaatsen. Hello. Hello, you like it? Yeah, I like it very much. It is very difficult, but I like it. Jingle bells, jingle bells. Don't you think it's a little bit gay, skating? We say? A little bit gay? I don't know gay means. What that mean? A boy with a boy. Boy with a boy? So what? I know that, but it is in my culture, in my country, in my religion, it is not available. Shall I help you? Come. Give me a hand. You don't trust me. You can trust me. I'm not a gay. You're not a griot. Why do you stay in this country? I'm staying in this country because I'm an immigrant. So there is no peace in my country. That's why I'm here. But in this country, there is peace? Yeah, there is peace, yeah. Can we accept gays? No. Yeah, we do. It's not... my religion to do that. I don't care. Whatever. Komt u doen? Nou ja, hij wil lekker gaan schaatsen, denk ik, toch? Ik heb een heel interessant gesprek met hem. Komt u hem weghalen? Ja, ik vind dat hij gewoon de kans moet krijgen om gewoon lekker relaxed te schaatsen en te doen. Gewoon een leuke middag voor deze asielzoekers. Komt u misschien niet uit dit gesprek? Hij wil gewoon rustig. Sorry? Ik geloof niet dat hij leuk vindt. Kan mij er nou schelen? Ja, nou dan ga lekker weg, joh. Wij zijn hier gewoon gezellig bezig. Die man vindt het niet leuk. Nee. Sorry? Die man vindt het niet leuk. Maar ik vind wel meer dingen die hij zegt ook niet leuk. Ja, oké, okay, dat kan. Maar die man kunnen jullie heel slecht verstaan. Hij wil gewoon lekker schaatsen. Er is niemand van jullie die het tegen ze zegt. Ik vind het wel heel erg jammer dat dit op deze plek, bij de Uithof... En waar moet het anders dan? ...is gebeurd. Op, misschien op een opvanglocatie bij ons of buiten. Of... Komen wij niet in. Jullie laten ons er niet in. Ja, nou ja. Dan moet het op het ijs. Ik vind het een vervelende plek, dit. Ik vind het echt heel jammer. Maar dan moet je je openstellen. Dan moet je ze niet beschermen en afschermen. Ik zal het aan mijn collega's doorgeven. Het zijn gewone mensen en die kunnen we gewoon mee praten, hoor. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Nou, dat vind ik ook. Dat heb je toch net de kans voor gekregen. Ze zijn gewoon volwassenen. U komt me weghalen alsof het een klein kind is. Oh, nou, ik... Ze weten ineens dat ze dan op het ijs staan en die ingewikkelde vragen en... Ik heb liever dat ze weten hoe onze normen en waarden zijn dan dat ze kunnen schaatsen, hoor. Nou, het gaat... Ja, dat wordt ze ook uitgelegd, de normen en waarden. Nou, dat merk ik. Qua voorlichting. Nou, dat merk ik. Maar ik begrijp niet waarom dit de plek is waarop je dit wil weten. Er is geen andere plek. Zeg mij dan maar waar dan wel. Maar ik ga nu herhalen wat ik heb gezegd, dus ja... Ik ga het aanvragen. Mijn collega ga ik gewoon vragen of ze u een keer uitnodigen... En dan kijken we even. Heel graag. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, die jongens die dan hier aankomen, die vluchtelingen, ja. dat die dan... Maar dit is zo die... belangrijk, hè? Wacht even, Annabel. Niet door mij heen praten. Ja, maar ik zit bent me hoog. Ja, je bent er. dus dat die jongens hier, die vluchtelingen, dat die dat allemaal nog niet begrijpen. Dat die dat snel moeten leren. Dat is dan misschien, daar kun je nog wat voor zeggen. Maar dat het COA er zo krampachtig mee omgaat. Ja. En gewoon de best niet eens doet. Nee, maar dat gaat dus een heel groot probleem worden. Dit is gewoon puur betuttelracisme. Het is een heel belangrijk filmpje. Het is natuurlijk grappig en een beetje koddig, maar het is een heel belangrijk filmpje. Omdat het heel goed blootlegt dat die mensen die asielzoekers behandelen als een soort bedreigde diersoort, die kennelijk niet voor zichzelf kunnen opkomen en die je niet moet lastigvallen met zoiets als normen en waarden en leer ze maar lekker schaatsen. En als je die mensen echt een dienst wil bewijzen, dan spreek je ze meteen aan op dit soort dingen. Van joh, wat zeg je nou? En weet je wel waar je hier bent? En weet je wel hoe wij hier over dat soort dingen het denken? Het is natuurlijk heel gek. En als je dit nu niet doet, dan hebben we een berg gezeik over vijf jaar. Maar niet goed. Sinds wanneer is het COA, die zijn er om opvang voor deze mensen te regelen. Hè? Dat is zo geregeld door de overheid. Dat is ook goed. Doen ze hard hun best voor. Maar sinds wanneer is het ook hun taak om de pers buiten te houden? En het persbeleid daarover te voeren dat er alleen maar positief over bericht wordt. Sinds wanneer is dat de taak? De taak is opvang, zou ik zeggen. En Thierry, hoe vind jij dat het COA zich moet opstellen? Ik ben het mee eens dat ze niet zich op moeten werpen als de beschermheiligen van deze jongens. Maar wat mij vooral ook opviel in dit filmpje is dat er meteen 6 blonde vrouwen om deze jongen heen kwamen staan. Met een soort moedercomplex. En, ja. En dat is natuurlijk, dat verraadt ook een soort algehele blindheid in het hele beleid. Waarbij we natuurlijk helemaal niet willen zien wat voor problemen we binnenhalen. En alleen maar in een soort hoop, schuldgevoel, wereld redden. En dat hebben we nu al 30 jaar. Ik kan dat gevoel best navoelen dat je zegt... jongens, laat die jongens hebben op het ijs, die zijn nieuw... valt er niet meer last, zo'n dingen. Maar stel je dan open op andere momenten. Ja, nou, dat is precies ook mijn punt en ons punt. Ja.